In deze video wil ik het hebben over het bestrijden van een vervette lever. Heel veel mensen hebben een vervette lever. Meer dan 25% van de Nederlandse volwassenen. Vroeger hing een vervette lever vooral samen met overmatig gebruik van alcohol. En je zag het vooral voorkomen bij alcoholisten. Nou, nu is het fascinerend dat nogmaals dat meer dan 1 op de 4 Nederlanders ook al een vervette lever hebben, los van alcohol. Dat noemen we in de geneeskunde een non-alcoholic fatty liver disease. En dat korten we natuurlijk ook allemaal af. Dat is dus een NAFLD. Nou, wat is nou de belangrijkste oorzaak van een vervette lever? Nou, ik zou kunnen zeggen ons leefpatroon, ons ongezonde leefpatroon. Maar als we dat eigenlijk dan even filtreren naar het eetpatroon, dan kan je gewoon zeggen vloeibare calorieën is een van de belangrijkste oorzaken. Dus frisdranken en vruchtensappen. En dan is het helaas niet alleen maar bij volwassenen, maar ook bij kinderen is de laatste 20 jaar het aantal vervette levergevallen verdubbeld. En wat blijkt nou? De belangrijkste oorzaak bij kinderen is ook de inname van frisdranken en vruchtensappen. En ook eigenlijk te veel suikers uit kant-en-klare voeding. Dat zijn eigenlijk onbewuste inname van enorme hoeveelheden suikers. Je kan een glas frisdrank of vruchtensap misschien ook zien als een vloeibaar broodje jam. Wat mensen helemaal niet associëren met te veel suiker of calorieën. Maar wat je ook ziet bijvoorbeeld op deze dia, dat zie je dan bij ratten. Dat je ziet links een lage glycemische index. Dus als een rat natuurlijke voeding krijgt met natuurlijke koolhydraten en ook eiwitten en vetten en weinig frisdranken en vruchtensappen. En rechts zie je een hoger glycemische index. Dat betekent veel vloeibare calorieën, maar bijvoorbeeld ook veel bewerkte koolhydraten in de vorm van veel brood, pasta, aardappelen, nou, vruchtensappen, frisdranken, koek en snoep. Dan zie je hoe dat leidt tot een radicale toename van visceraal buikvet. Al het buikvet gaat rondom allerlei organen in de buikholte en dat eigenlijk al die vetcellen zijn ook actief op het niveau van de aanmaak van pro-ontstekingsstofjes. Nou, het positieve is, eigenlijk als je kijkt bij kinderen, dat het in 9 dagen voor een groot deel al hersteld kan worden als kinderen stoppen met het drinken van frisdranken en vruchtensappen. Geef kinderen water, spaarrood, kruidentheeën, wees creatief met smaakjes door middel van blauwe bessen of schijfjes citroen of door munt of door kruiden. Uiteindelijk is smaak natuurlijk ook voor een groot deel te reprogrammeren. We zijn allemaal als mens weerloos zoete kauwen. En zeker ook smaakvoorkeur begint eigenlijk al, als je zegt, al in de baarmoeder. Als moeder veel zoet eet, veel suiker eet, koolhydraten eet, komt het zoet ook al in het vruchtwater. En zie je daar de foetus al op reageren. Dus zo belangrijk is eigenlijk zoet, hè, in onze evolutie. Omdat eigenlijk zoet staat voor meer energie. En dat vergroot onze overlevingskans in een omgeving waar ook heel veel schaarste was. Maar het instinct wat altijd voordelig was in een natuurlijke omgeving, keert zich tegen ons in een onnatuurlijke omgeving, namelijk de moderne maatschappij. Dus wat ik je eigenlijk wil vragen, waar ik je toe wil oproepen, minimaliseer echt de inname van vloeibare calorieën. Dus bij alcoholisten zag je het ook al in de vorm van bier of wijn. Hè. Vergeet ook niet dat een glas wijn ook qua calorieën hetzelfde is als een stuk slagroomtaart. En als je 1 keer in de week een glas wijn wil drinken, een biologisch glas rode wijn om te proosten op het leven, prima. Je snapt, daar krijg je natuurlijk niets van. Maar bij veel mensen sluipt het erin dat het een patroon is. Hè? Bij het avondeten een wijntje, 's avonds samen nog even een wijntje. Voor je het weet drink je samen per dag al een fles of 2 flessen. Ook bij kinderen zien we het in de vorm van frisdranken, van vruchtensappen. Nou, ik zou zeggen, kijk eens om je heen als je boodschappen doet in de supermarkt. Ik kan natuurlijk nooit
Kan ik mezelf remmen om niet eventjes te spieken in andere winkelwagentjes. En winkelwagentjes vind ik eigenlijk intiemer dan een handtas. Omdat de inhoud van een winkelwagen zie je uiteindelijk terug met betrekking tot de sleutelfuncties. Dus als je in een winkelwagen kijkt, zie je al een beetje de stoelgang. En zie je de libido, en zie je de slaap, en zie je de huid, en zie je de darmen. Want uiteindelijk worden het letterlijk de bouwstenen waar we uit bestaan. Maar als we maatschappelijk op één punt al een enorme gezondheidswinst kunnen boeken, dus eigenlijk de vermindering van ziektekosten, maar ook een toename van kwaliteit van leven, is als we alle vloeibare calorieën zouden verbannen. Waarschijnlijk komt die revolutie niet van bovenaf, vanuit de politiek en vanuit de industrie, want de commerciële belangen zijn veel te groot. Hè. Suiker, hè, daar komt eigenlijk geen wetgeving over. Interessant, als je kijkt dat er wel wetgeving is over roken en over alcohol, zeker vanaf 18 jaar. Suiker heeft waarschijnlijk meer ziektelast of ziektekosten dan rook en alcohol bij elkaar. Maar daar is helemaal geen wetgeving over, want dat is eigenlijk de lobbycratie die plaatsvindt. Niet alleen Den Haag, maar ook al vooral vanuit Brussel de aansturing. Maar bescherm jezelf, bescherm je kinderen, bescherm je kleinkinderen. En stop met vloeibare calorieën uit vruchtensappen, uit frisdranken en ook uit alcohol. Zeker overmatig alcohol. En daarmee kan je uiteindelijk die vervette lever weer terug gaan draaien. En dat is dan puur alleen nog voedingsperspectief. Je snapt als je daarnaast ook meer gaat bewegen, meer in beweging komt. En je komt pas echt in beweging richting het doel wat belangrijk voor je is. Waar je gelukkig van wordt, waar je energie van krijgt, waar je passie in kwijt kan. Dan heb je helemaal 1 plus 1 is 3. Misschien wel 1 plus 1 is 11. Maar voor nu is mijn kernboodschap in deze video: stop en vermijd vloeibare calorieën in de vorm van vruchtensappen en frisdranken. En frisdranken weten we natuurlijk allemaal dat het kunstmatige suiker zijn. Maar vruchtensappen is natuurlijk ook, hebben de natuurlijke suikers uit een natuurlijke context gehaald. Het is niet meer gebonden aan vezels, waardoor het eigenlijk een veel te hoge glycemische index heeft, een glycemische lading. Het veel te snel wordt opgenomen in de bloedbaan, wat daar leidt tot hyperglycemie, een veel te hoge bloedsuiker, wat uiteindelijk het hele stresssysteem aanzet, wat ook schade veroorzaakt aan bloedvaatwandcellen, maar ook bijvoorbeeld dus enorm veel suikers die worden heel snel uit je bloedbaan gehaald en leiden tot vervetting van de lever. Want het is interessant als je bedenkt, hè, als je iemand zou pakken van straat, ik doe het niet, want het is medisch ethisch niet toegestaan, en je zou een slagader snijden en je zou uiteindelijk het totale bloed wat we in het lijf hebben laten leeglopen in een emmer, ongeveer 5 tot 6 liter, dan zit in ons totale bloedcompartiment ongeveer maar 5 gram suiker, dus 1 suikerklontje. Nou, als je nu bedenkt dat gemiddeld een mens 30 suikerklonten per dag binnenkrijgt, dus 900 suikerklonten per maand, dan snap je dat een vervette lever eigenlijk een heel logisch gevolg is. En dat misschien nog knap is dat 3 op de 4 mensen geen vervette lever hebben, of nog maar een heel klein beetje. Dus dat is de uitdaging van ons, moderne mensen, in de complete, onnatuurlijke, toxische maatschappij. Dus nogmaals, bescherm jezelf en stop en vermijd met het drinken van vloeibare calorieën in de vorm van vruchtensappen en frisdranken. Mocht je vaker oersterk inspiratie willen ontvangen in de vorm van deze video's, abonneer je dan op ons kanaal door te klikken op de knop hieronder. Oersterk, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Meer weten? Surf naar oersterk.nu. Tot de volgende keer.